hallo, hey, Giel hier en welkom bij Koekoeroes Trauma Talk met Robert Bridgman. Hier vanuit het kapelletje in Haarlem hebben wij het over het thema trauma. Dit is aflevering 2. In aflevering 1 heb je al goed kunnen horen wat een trauma nou eigenlijk is. En heel belangrijk, twee heilige huisjes, Robert, die je gelijk omver wilde werpen. Namelijk, een trauma hoeft niet iets groots te zijn. Dat kennen we natuurlijk allemaal wel. Hè? Zo, zo kennen we het in de volksmond, zou ik bijna zeggen. En dat uh, ja, je niet gek bent als je een trauma hebt, sterker nog. Je bent hier de gek dat je het niet hebt. Uh, dat kan dus eigenlijk helemaal niet. Dat kan niet. Nee, dat is onmogelijk. In de volgende afleveringen hebben we het over uh, waar een trauma vandaan komt. Uit uh, je voorouders, misschien zelfs uit het vorig leven. Natuurlijk hebben we het ook over de methodes, hoe je daadwerkelijk echt een trauma uh, kan verwerken. En uh, in deze aflevering hebben we het over uh, de gevolgen, zowel uh, ja, voor iemand persoonlijk als, als ja. uh, in de wat bredere context de maatschappij. Eerst even weer terug naar jouzelf. Nu transformatiecoach, uh, vele mensen al geholpen met je eigen methode die je ontwikkeld hebt. Maar dat komt vanuit uh, nou ja, wie hij ooit was. Um, waar waar uiten het zich bij jou in als we het hebben over de gevolgen? Ja, um, met name in uh, overgewicht. Ja. Uh, in. Eten vind ik wel Verslazing. echt een mooie, hè? Want dat is. Dat is uh, eten het is. Meest... Omdat het echt met gevoel en de buik. en ja. dus dan gebeurt er maar iets. heb ik de Meeste we... eten. is emotie eten. Ja, exact. Ja. En ja. ik vind het wel een mooie. Ik had het daar ooit met iemand over die. Hè, we kennen allemaal de term vlinders in je buik. Dat ja. is ook niet voor niks. Daar speelt zich gewoon op gevoelsniveau. heel veel af. Sterker nog. Ja. Het, het hersen. Het, ze zeggen wel eens. daar is het zenuwcentrum van je gevoel. hoe je het ook wel ja. omschrijven? Nou, dat letterlijk heb je daar hersencellen. Ja, oké. Okay. Ja. Nou ja. Ja. Dus het is niet zo gek dat op het moment dat je een bepaalde onrust voelt, of in ieder geval iets wat je niet kan plaatsen, dat je dat, nou ja, dan dus. Ja, ik weet niet of je dat ook verdoofd noemt, maar in ieder geval. Uh, verdoofd? Ja, ja, met eten. Ik wil dat niet voelen. Ja. Kijk, een mens is pijnvermijdend. hè? En dat is een overlevingsmechanisme, dat zit verankerd diep in ons limbisch systeem, in ja. ons hoogdierbrein. En uh, in ons reptielbrein, we willen vechten of vluchten bij gevaar. Wij willen of uh, toch? overleven of bevriezen. Die kan ja, ook. Of, ja. of vlokken, samenscholen. Dan ja. krijg je massavorming. Ik zeg het omdat ik die bevries zelf. Die ken jij. Die ken ja, ik. Precies. Ja, precies. Ja, ja, ik ben meer van de, van de vechten. En, okay. en als het dan niet lukt, van de vluchten. En, en dat is ook in de emoties terug te vinden. Hè? Mensen die meer op vesten zijn, zijn vaak uh, meer in, in boos, Ze worden va vaker boos. Mensen die meer in de vlucht zitten, die, zij worden vaak bang of raken mm -hmm. in paniek, krijgen allerlei angstverhalen. Uh, uh, mensen die in de vries zitten, die uh, uh, zijn vaak ja, leeg of eenzaam. Of, Je gaat uit verbinding. Of, en, uit verbinding, uh, precies. Uh, ja. ja. Mensen die in de vlok komen, in de samenscholing, die zijn dus heel afhankelijk van anderen en wat die van ze vinden en, en zoeken hun, hun hel dan bij anderen. Nee, goed. Maar bij mij was het ook, dus dat eten was een hele belangrijke, ja. überhaupt verslavingen, genotsmiddelen. Ja. Dus ik, ik rookte vrij veel. Ja. Um, ik uh, als ik thuis kwam uh, van mijn werk, als ik niet op mijn werk al een, uh, een biertje... Ik was directeur van een uh, HR, ik, mijn is HR. En ik was op dat moment directeur in een, uh, een bedrijf in de bouw, een dienstverleningsbedrijf in de, aan de HR kant. Groot, groot bedrijf. Uh, ja, man of tachtig had ja. ik. En als ik niet al een biertje op mijn werk had gedronken, dan uh, was dat eerst thuis of glas wijn. Ik ben nog steeds dol op goede wijn. Alleen, eh, niet meer zo, het eh, was echt compulsief. Ja. En dan ging, de een, ging er een fles open en dan vijf glazen later was die fles gewoon leeg. En ja. dan ging er nog een fles open. Nou ja, en dat kan je ook met, met wiet, rummer roken. Um, Harddrugs heb ik natuurlijk wel in mijn jeugd gebruikt, laatste um, uh, nou ja, in mijn volwassen leven ja. minder. Um, kijk, en ik sta overal voor open, ik, ik, ik keur helemaal niks af en nog steeds vind het leuk, alles wat leven verrijkt moet je doen. Maar het gaat om de compulsiviteit. Ja. Dus die, maar het belangrijkste, misschien nog wel eens, is, is de, de, de leegte en de eenzaamheid die je diep van binnen voelt. Dat, het gat wat je voelt. En het, de ideeën die je ergens hebt: van ik ben niet goed genoeg. Ik mag er niet zijn. Ik moet iets doen om liefde te krijgen. Ik moet mijn best doen. Ik moet me anders voordoen dan ik ben. De beschermingsmechanismen. Die, bij mij was dat heel erg... Een, een trauma, daar komen beschermingsmechanismen omheen. En vaak is dat... Ja, dat is heel vaak gewoon een afsplitsing van je persoonlijkheidsstructuur. Mm -hmm. Die zich dus... Een, een bepaald gedrag wat zich vormt. En bij mij was dat dat ik me heel erg ging opblazen. En, en heel ja. erg arrogant werd. Eh, en, en, en daar ook heel erg op die manier probeerde om te compenseren. Dat ik eigenlijk heel bang was. Ja. En uh, ik ken dat mechanisme en het is, het is, het is er nog steeds in een, in een verkleinde versie, dus ik moet dat ook in de gaten houden bij mezelf. Ik weet als ik, me, uh, als ik onzeker word, ja. dat mijn systeem de neiging heeft om me groter te gaan maken. Ja, ja, ja. Dus daar moet ik bewustzijn op houden, of mag ik bewustzijn ja. op houden. Op het moment dat ik dus merk, wacht even, ik moet een beetje zenuwachtig of ik ben nu in een situatie waar ik onzeker in ben. Dan maak ik mezelf juist wat kleiner om... Dus je kunt er ook mee omgaan. Maar, maar dat, iets... was, dat ja. was wat voor mij speelde. Ga ja. je ja, gang. Nou ja, hier zeg je iets belangrijks. En dat is een beetje dat, dat hechten aan ja, een soort gevolgreactie. Ja. Eh, en, en heel vaak hebben we toch het gevoel dat wij dat ook zijn. Eh, en, ja. en, en dat is, vind ik, zo verneukeratief. Omdat dat ja dat ja, als je dan jezelf zou omschrijven en ook echt in, in ik zal maar zeggen de gesprekken met jezelf in je hoofd ja, de, de, ja kan je je bijna aan vastklampen aan, aan die dingen want ja, ja. dat is toch wie je hoe bent, jij doet of en wie hoe je, mensen ja. jou kennen ja, ja, ja exact en hoe mensen ook graag willen dat je blijft ja, dat, ja. maar eigenlijk ben je dat helemaal niet en nee. is het een, een nee dat zagen we in aflevering 1 al je bent uiteindelijk de bron in een tijdelijke multidimensionele unieke expressie Um, je hebt een ziel, je hebt een lichaam, je hebt gedachten, je hebt een emotie, je doet ze uiteindelijk zelfs. Maar je bent zeker niet je persoon. Het laatste wat je bent is je persoonlijkheid. Ja. He, dat is meer de gevolg van je conditionering, de gevolg van datgene wat je hebt meegemaakt vanuit vorige levens, dit leven vanuit je voorouders, je karma. Dus je, maar je persoonlijkheid is wel wat mensen zien. He, dus als je uh, uh, kijkt naar trauma, wat, wat, in de, wat voor persoonlijkheids. Uh, problematiek kan er voortkomen uit trauma. Nou, Dat is bijvoorbeeld arrogantie, dominantie, narcisme. Uh, um, dat wat persoonlijkheidstoornis. Ik hou niet van het woord persoonlijkheidstoornis, omdat het is persoonlijkheidsvorming. Ja. En soms ja, kun je dat beschadigd noemen, maar er zijn hele grote geesten, wetenschappers, uh, um, uh, artiesten, mm -hmm. uh, politici, die uh, grote leiders, die, die als je ze. In de psychologie zou benaderen, vanuit de psychologie zou benaderen. zware persoonlijkheidsstoornissen ja, zouden ja, hebben. Ja. En dat zijn we allemaal zo gaan labelen. Ja. omdat we. ja, we wilden er een bepaalde controle over. Maar als je die labels nou loslaat. en je gaat zien voor wat, wat het eigenlijk is. dan is. ja, het is. het is. het is, het is, het is geen ziekte, het is nee, geen afwijking. het, het, het is, is vorming. Ja, mooi hoe je dat zegt. Ik krijg een beeld vormen van hoe. hoe water inderdaad stroomt. en dat vindt Precies. een weg. Precies. En, uh, en dat kan dus ook heel veel voordelen hebben. Ik bedoel, we hebben ja. het in de vorige aflevering gehad over. Nou ja, dat ik met terugwerkende kracht erachter kom... dat hechten bij mij best wel een, een... Nou ja, ervoor gezorgd heeft dat dat watertje even de andere kant op ging. Ja, dat heeft me natuurlijk ook veel opgeleverd in hè, creatieve zin. Want je Tuurlijk. gaat een, een, een wereld fantaseren. Ergens komt daar ook mijn noodzaak tot verbinding vandaan... die ik niet van mens tot mens kon. En dus ging ik bij de radio... Heb, weet ik nu achteraf allemaal. Eh, omdat ik daar eh, verbinding zocht. Ja. Maar ik vind het heel mooi, want dat is, het is dus geen afwijking, het is gewoon meer nee zoals het gaat. Ja, het is zoals het gaat. Ja. En het is eh, het, het, je vervoersmiddel, eh, datgene waar je mee door tijd en ruimte reist, je persoonlijkheid en je lichaam en je, je mentale, emotionele lagen. Eh, dat wordt gevormd door wat je meemaakt in je leven en hoe je daarop reageert. En hoe je daarop reageert, is weer afhankelijk van. Uh, van je karma. Daar komen we in de volgende, uh, volgende ja. aflevering nog uitgebreid op terug. Maar het is, dus, ik denk, belangrijk omdat we gaan zien wat de effecten zijn van trauma. En ik heb het niet zelf verzonnen. Dit komt ook gewoon uit de literatuur, uit de wetenschap. In de psychologie weten ze dit ook. Um, want ik wil nog ik wil een aantal dingen. Hè, ik ben heel erg voor psychologie. Ik ben mm -hmm. niet, niet zozeer voor de psychologie waar alleen maar gepraat wordt. Maar ik zie dat dat er een enorme ontwikkeling is in de psychologie. Wij krijgen ook veel psychologen bij ons... Uh, in, uh, in trainingen, opleidingen retraites. en retretes. Um, en ik vind dat heel mooi. Um, um, nou, ik, ik ben daar gewoon fan van. En ik wil ook niet claimen... Uh, dat, we, uh, dat, dat er een alternatieve route is die alleen. Ik werk juist liever samen. samen. Ja, mooi. Ja. En um, als je dan gaat kijken naar... wat, wat wordt er gezegd hè, vanuit wetenschap... over de effecten van trauma? Er is enorm veel onderzoek naar gedaan. Dan is dus niet alleen wat ik net zei, hè, bijvoorbeeld ik zei narcisme zei ik, maar ook ADHD, ADD wordt heel vaak teruggeleid ja. naar trauma. Ja, dat um, is wat bij mij geconstateerd ja. werd. Ik, ik heb afstand genomen van het label en ook van de medicijnen. Heel goed, oh, heel maar goed. ja, heel goed. Maar als we bij jou in het trauma zouden werken, zouden die hele die uitvloeisels daarvan ja. zouden eerst heel erg veel zachter worden en uiteindelijk. Uh, maar goed, dat is ook een claim die gevaarlijk is om te maken. Maar ja. ik, mijn ervaring is, na meer dan 4000 sessies, dat het gewoon weg kan. Ja. Uh, je kunt het gewoon oplossen. En, en in elk geval de harde randjes ervan af, uh, afsluiten. Want uiteindelijk is het ook onderdeel van wie jij bent. Dus Precies. er is niks mis mee. En dat was voor mij nog even in het kort destijds de afweging van, maar met die medicijnen ga ik leren leven wie ja. ik ben met medicijnen. of ga ik gewoon leren leven met wie Precies. ik ben. En bij die medicijnen gaat het natuurlijk mis. Want je ziet ook als het gaat om depressie: depressie mm -hmm. is ook heel erg vaak terug te, terug te leiden naar trauma. Ja. Dus in plaats van het verdoven met antidepressivum... De, kun je beter aan het onderliggende trauma werken. Ja. Uh, verslaving. Ja. Dat, en daar is nu heel veel... Uh, er zijn ook een aantal prachtige metastudies van. Dus studies van studies over verslaafden. Het uh, is traumatisering. Ja. En uh, of het nou drugs is of drank is, genotsmiddelen... wat, wat het ook is. Of seks, of winkelen, of, ja. of werken, of... Alles. Ja. Dat komt allemaal voort uit traumatisering. En ik denk dat het belangrijk is. En ik zal er nog een paar noemen. Er zit nu dat hokje in mijn hoofd open, zeg maar. Psychose. Traumatisering. Er is een heel goed onderzoek van. Ik geloof dat hij David van Vel, Velzen heet. Van Velden. Psycholoog. Die heeft daar onlangs nog onderzoek naar gedaan. En ja, die komt er ook op. Um, uh, weer op terug dat um, uh, mensen met psychose... die hebben onderliggend trauma. Dat is niet zomaar een afwijking. Het is helemaal niet genetisch bepaald nee, vanuit, nee, je, de, vanuit je DNA. Het kan heel goed zijn dat je ouders het ook hadden. Maar dat is dezelfde traumatisering... Is die de door trauma, je familielijn ja, ja. Heen, uh, heen loopt. Um, denk aan angsten. Alle, allerlei vormen van paniekstoornissen, angststoornissen. Kun je allemaal of heel veel daarvan terugleiden naar trauma... Um, immuunaandoeningen, auto-immuunziekten... Uh, überhaupt te functioneren van je immuunstelsel. En de hersenen, daar moeten we straks nog even uitgebreid hmm. over hebben. Um, maar ook de kans op longkanker... Ver, ver, vermenigvuldigd met een factor 3, geloof ik. De kans op hartfalen vermenigvuldigd ja. met een factor 3. Het heeft dus ook hele directe fysieke uh, eigenschappen. En ja, ja, ik kan nog wel even doorgaan. Maar ook dus, als ik jou zo hoor, zelfs... Afwijkingen die je kan hebben met voeding. Ja, ja, ja. Borderline zelfmoord. Uh, ja. uh, als je bijvoorbeeld. Ik, ik, ben, ik, ben, uh, uh, ik heb veel met, uh, met natives hè, oorspronkelijke mensen. Ja. Ik kom daar graag. Ik ben vaak in, graag in verbinding met ze. En als je dan kijkt naar getraumatiseerd worden, zeker op maatschappelijk, maatschappelijke trauma's, op een breed maatschappelijk veld, daar gaan we het nog over hebben ja. uh, straks. Dan, is, dan zijn oorspronkelijke bewoners van deze aarde die zijn zo verschrikkelijk getraumatiseerd. Als je bijvoorbeeld kijkt naar First Nations, laten we de indianenstammen in Noord-Amerika als voorbeeld nemen. De Lakota, waar ik, waar ik ben geweest. Die wonen in reservaten. Die zijn natuurlijk stelselmatig in een paar honderd jaar lang. Columbus kwam in 1492 en daarna begon het feest. Ja. Dus meer dan 500 jaar lang zijn ze weggejaagd verplaatst uitgemoord, verkracht... In, en uiteindelijk een reservaat... ik heb daar een documentaire over gemaakt... More Than A Pipeline, ja. over die onderdrukking. Dan zie je die reservaatjes steeds kleiner worden... tot wat het nu is. Kom je nu bij die mensen... dan wat zijn de grootste problemen die ze nu hebben? Overgewicht. Um, uh, allerlei vormen van voedselintolerantie. Uh, uh, heel veel verslaving En ja. drank en drugs... en eten en dergelijke. Um, heel veel persoonlijkheidsstoornissen. Uh, stoornissen, bipolariteit, ja. uh, narcisme... Um, en daarvoor kenden ze dat helemaal niet. Nee joh, dat kenden ze helemaal nee. niet. Die waren in balans uh, voordat uh, de kolonisten ja. kwamen. Um, je ziet heel veel criminaliteit, heel veel zelfmoord, uh, heel veel, uh, nou ja, noem het maar op. Dus, en dat komt allemaal voort uit die enorm, want die mensen die er nu zijn, die nu zeg maar de, 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 de stammen bevolken, die hebben ook nog allemaal, na dat, na dat hele verhaal van uitgemoord worden, van het is echt een genocide geweest, ja, ja, ja. miljoenen mensen. Zijn ze ook nog eens in, in scholen gestopt waar ze uh, uh, Kill the Indian, Save the Man was dan het thema. Dus ze moesten hun, hun spraak, hun cultuur, hun, alles was ook maar een beetje Indiaans werd, werd er uitgeramd. Ja. Heel veel seksueel misbruik. Ja. Nu in Canada worden al die massagraven gevonden van die scholen. Dat is verschrikkelijk. Die, 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 uh, die mensen die, die, die hebben zoveel ellende meegemaakt. Ja. Ze zijn zo getraumatiseerd. En dan zie je dus ook heel duidelijk wat dan wat er gebeurt met iemand, zowel fysiek als emotioneel, als in de persoonlijkheidsstructuur, als, no als mentaal, en dan hebben ze gelukkig een sterke verbinding met de spirituele, met spirit, en ze hebben hun rituelen en ceremonies en een, een oude way of life vinden ze wel, vinden ze weer terug. Maar ja, dat is, daar, daar zie je het zo goed. En wat bij het, hun gebeurt, op zo'n Collectief. Uh, Heftige schaal. Ja. Gebeurt hier ook, alleen het is minder zichtbaar. Het is onderhuids. En dan hebben ja. we het ook indirect wel weer een beetje over de crazy tijd waarin we zitten. Ja. Maar dat is natuurlijk al wel langer. Uh, dat een proces wel dat aan de 2000 jaar. Hè? Ja. ja, ja, ja. Dus uh, om uh, even gelijk even de, 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 dat, dat maatschappij-gedeelte uh, te benoemen. Ja, want dat is iets dat lijkt me. Ja, bijna een soort onomkeerbaar. Ik bedoel, hè, als we het weer even bij de indianenstam houden. De kinderen. Eh, die dat feitelijk gezien niet hebben meegemaakt. die worden daar wel mee geboren met die ja, trauma's. In hun DNA. Hè? Ja, nou en hun ja, energie. Dat is ook in de volgende aflevering gaan we het uh, ook hebben over. nou ja, waar, waar, waar het vandaan komt. Maar ja, zeker. Uh, nog even dan over uh, de gevolgen voor de maatschappij. Even, persoonlijk heb je dan wel gezegd dat uitzicht in allerlei. Ja. Soorten en maten. Ja. Uh, uh. ja, hoe zit dat bij een maatschappij? Nou ja, het is eigenlijk, eigenlijk is het heel simpel. Als je. Stel, hè, wij leven 500 jaar geleden of 1000 jaar geleden. We zijn twee ridders en we hebben daar een land ontdekt en daar woont een, een stam, een groep mensen. Uh, en wij denken, nou weet je wat, als we die, die, die edelman daar verslaan, dan kunnen wij dat land in pikken. Het van ons. Wat doen we? We gaan er naartoe. We verslaan die edelman met zijn leger. En vervolgens gaan we daar met onze soldaten verkrachten, plunderen, hmm. brandschatten. We maken een heleboel uh, met de grond gelijk. Alle mannen vermoorden we. Alle kinderen nemen we mee. Uh, en, en we laten een, een, een paar mensen daar over. Zo getraumatiseerd dat we voor de komende twintig generaties ons geen zorgen meer hoeven te maken... of, of ze ons nog terug gaan pakken, ja nee, of Dat is het systeem. Ja. En wanneer is dat systeem nou begonnen? Nou, ik vind, ik vind dat waanzinnig fascinerend als je... Uh, we denken natuurlijk vaak in nu. De meeste mensen denken in nu, ik en mijn kinderen... en mijn opa en oma en mijn ouders misschien dan nog. Maar de mensheid is natuurlijk al veel ouder. Ja. Dus zoals wij nu zijn, bestaan we al 200.000 jaar. De, uh, de anatomisch moderne mens... Bestaat de schoonwetenschap bestaat al 200.000 jaar. Zo, in deze vorm, met deze hersencapaciteit. Misschien wel iets nog in evolutie gaan ja. geweest. Maar... En als je dus over 200.000 jaar gaat kijken, dan krijg je een heel ander zicht op waar we vandaan komen en wie we eigenlijk zijn. En als je dan de laatste 2000 jaar neemt, en daarvoor, voor die laatste 2000 jaar, leefden we over de hele wereld in stammen. Waar je ook kijkt, ik woon zelf in de, in de Franse Pyre of bij de Franse Pyreneeën. Ja. Bij ons wij zijn heel veel grotten met godtekening. Kom daar graag. En um, als je dan kijkt naar de, 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 de jagers en, en de stammen van toen, waar ze, die jaagden met boomerangs. Hè, net als in, in Australië. Als je kijkt naar de speren en de bogen die ze gebruiken, zijn hetzelfde als. Ja. Als de Lakota ze hebben elkaar hem, nog nooit natuurlijk gezien. Nog nooit of gezien. Geen enkele nee Als je de, 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 gods, de, 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 de gods of de spirituele belevenis van die volken gaat bestuderen, zeggen ze eigenlijk allemaal Universeel, hetzelfde. Ja. Universeel. En ze leefden in, in relatieve harmonie met elkaar. Natuurlijk was er wel oorlog. Het donkere licht horen bij de mensheid. Er waren wel eens gevechten. Er was wel eens strijd. Maar dan werd ook de vredespijp gerookt. Een strijdbel werd begraven. En dus ze leefden met elkaar in redelijke harmonie. Ook hier in Europa, in verbinding met het spirituele. Eh, alles had een ziel, in verbinding met Moeder Aarde en met elkaar. En er was dus heel veel heling op allerlei mogelijke manieren: trans, shamanisme, medicijn, mannen en vrouwen, mensen met hun eigen medicijn. Um, dus. Eigenlijk leefden wij hier in 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 West-Europa net zoals de Indianen in Noord-Amerika ten tijden van de kolonisatie. typisch hadden we, sommige stammen hadden typisch, anderen hadden huisjes, anderen hadden mm -hmm. leefden in grotten. En toen kwamen de Romeinen. En de Romeinen, dat was eigenlijk de eerste daar ging daar ging het eigenlijk mis. Die hadden hun mijnbouw, die hakte bomen om voor hun voor hun industrieën, die vermoorden dieren, die die hebben ik weet niet hoeveel diersoorten uitgemoord om in hun circus met, samen met de gladiatoren al die uh, gevechten te doen. Uh, die, 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 die vernietigden de ene stam naar de andere. Er kwam een te groot systeem om, uh, nou ja, uh, in ieder geval een groot gedeelte van de mensheid. Nou, het systeem, het Romeinse systeem is gebaat op trauma. Oké. Okay. Kijk maar naar wat we, wat we van Kelten weten in de officiële geschiedenis... is wat we van Julius Caesar weten. Maar ja, de geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaar. Dat is niet de echte Sorry, geschiedenis. Nee. Dus die Keltische volken zijn helemaal niet zoals ze in de... In de uh, uh, officiële geschiedenis beschreven worden. Als je daar induikt en je gaat naar nazaten van ze toe, die gewoon nog bestaan, en je gaat de, tradi de levende traditie bestuderen, dan ontdek je dat het heel anders in elkaar zat dan ja. nu. Dus die Romeinen die traumatiseerden die volkeren, die mo moorders uit, die namen ook alles op. Die, die, hè, de gladiorengevechten, gladiatorengevechten, uh, die, 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 die circussen, alles was gebouwd op het traumatiseren van mensen. Want als je ziet hoe twee gladiatoren ja, elkaar ja. afmaken. En, en vervolgens uit, diezelfde ja. energie, die Romeinse energie, heeft dus heel West-Europa overwonnen. En vervolgens eh, eh, kwam zeg maar het Christendom op. Nou, in het eerste jaar ging dat hartstikke goed. Hè. Dat waren de vijanden van de Romeinen uiteindelijk in in uh, 325 officieel heeft, heeft keizer Constantijn toen gezegd. Oké, okay, dit wordt onze officiële staatsgodsdienst. En dat systeem van de Romeinen, met hun Latijnse taal en hun, hun keizer, dat traumatiserende systeem, is overgegaan in de, Romeins, in de Rooms Katholieke Kerk. Zelfde taal, Latijn. Uh, de, de, paus werd, uh, de, de, de keizer werd de paus en ja. uh, zo is het omlaag. En dat hele systeem van die katholieke kerk ging om traumatiseren. Uh, dus uh, traumatiseer je schuld. Ja. De, de erfzonde, uh, uh, al die, die zonden en taboes, de preek, de biecht, uh, het seksueel misbruik. Uh, Reïncarnatietherapeuten over de hele wereld kunnen je, zeggen allemaal hetzelfde. De het geloof is... Uh, Regressietherapeuten, ja, psychologen. Ja, ja, ja. Er is zoveel misbruik door katholieken geweest. Er zijn natuurlijk ook talloze hoge vaticaan uh, ja, ja, ja. kardinalen en dergelijke opgepakt. Ah, ja, even los alleen van, 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 het, enorme van, van, van het misbruik. Schandalen. Het gaat gewoon heel erg over... Nou ja, uh, God of, of uh, wat kleiner, de priester die ja je ja, eigenlijk angst ja. aanpraat van. Ja, de hel. Uh, zult niet dat. Uh, de precies. De nou, ja. ik heb, ik, als geen therapeut heb ik ik weet niet hoeveel mensen naar uh, in, in, in 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 een in een, een trance naar het licht zien gaan. Er is nog nooit iemand bij mij naar de hel ik gegaan. Ik vind het bijna spooky hoe wij midden in deze in deze kapel zit dan, hè? Ja, uh, ja, zitten dan. Ja, dit zitten te bespreken want ja. je ziet de symbolen nog uh, met met de doornkrans en dan weet ik wat allemaal. Echt uit die tijd. Maar goed. Ja. Maar het gaat erom dat we gaan zien dat die kerk traumatiserend was. En dat gaat, dat vervolgens gaat de kolonisatie, dus die Romeinse energie in West-Europa, gaat met schepen de hele wereld over. Doet hetzelfde bij de Indianen in Noord- en Zuid-Amerika, in India, in, in Azië, in, in Australië met de Aboriginals, in, Zu in Afrika met de Zulu's en, en andere stammen. Overal wordt, worden we getraumatiseerd. En die, die traumatiserende energie, dat Romeinse Rijk. Ja. Die bestaat natuurlijk gewoon nog Daar steeds. Daar zitten we nog middenin, ja. We zitten middenin. Wij zijn in, 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 inwoners van het Romeinse Rijk. Ja. En dat betekent dus ook dat elke zoveel jaar... moet er iets nieuws komen wat ons traumatiseert. En als we het de afgelopen uh, 120 jaar nemen... dan heb je de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog... Vietnamoorlog, Koude Oorlog. Uh, vervolgens... Uh, um, de, de, de val van de muur en dergelijke. Ja. Uh, en dan gaat het gewoon zo. Dan is er even niks. Nee. Dan dacht iedereen eventjes... Ah, je hebt nog een beetje terrorisme. Van, uh, natuurlijk nee, daar kwamen ze daarna uh, mee. Ah, ja, okay. Natuurlijk in, uh, in 2001. Ja. Dus die periode tussen 89 en 2001 dachten we even... Oh, wereldvrede, hè? Ja, ja. Oeh, het is gelukt. Nou ja, niet dus. En vervolgens na die, die terrorisme, de war on terror en, um, en, uh, en, en dergelijke... is het volgende traumatiserende plan bedacht. En dat is natuurlijk um, de, de huidige situatie. En dat wat we nu meemaken. Dus het is... We, we, we worden wereldwijd structureel in trauma gehouden. Waarom? Mensen in trauma, ja, die, die, die lopen vast. Mm -hmm. Moeten we iets doen? Ja. Okay. Mensen in trauma, die lopen vast in zichzelf, die komen in allerlei angsten, die ontwikkelen allerlei stoornissen. Die, ja, denk maar even terug aan wat ik in het begin vertelde over, als wij samen als ridders de boel zouden vernietigen, heb je de komende 20 jaar geen last nee. van ze. Mensen in trauma zijn alleen maar in dit moment. Want ze, ze, ze zijn niet meer in staat. Ze zijn zo in een overlevensdeel van hun hersenen, een limbisch systeem. Dat hun prefrontale cortex niet meer goed functioneert, is niet meer goed kunnen redeneren. Dus ze zien niet meer. Je kunt rustig zeggen uh, tegen een groep mensen: Nee hoor, dit gaan we niet doen. Nee, dit is zo erg, dit gaan we nooit doen. En vervolgens, stapsgewijs, werk je ernaartoe. Doe je het? en mensen in een traumatische... dus in een overlevingssituatie... Ja. die in, in een trauma zitten... die zullen niet meer terug kunnen denken... en niet meer redeneren aan... hé, hey, maar toen zei je dit... en nu zeg je dat. En dat betekent ook... dat ze niet naar de toekomst kunnen kijken. Dus je kunt ze overal mee naartoe dirigeren... waar je naartoe ja. wil. Want ze zijn niet in staat om die toekomst... Nee te zien, want die preventale cortex die functioneert in meer. Maar dat is gewoon dat dus niveau. de trans waar we midden in zitten. Ja, Massahypnose. Precies. Uh, nou, denk ik graag positief oh, en ook. vind ik het altijd heel moeilijk om uh, ja. ja, ja, ja. Maar ik vind het. Ik, ik ben heel blij hoor met dit stukje geschiedenis van waar we vandaan komen. Maar ik weet ook dat jij het ook positief ziet. Zeker. En, en hè, in, in ons uh, 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 grote koekeroeggesprek uh, heb jij mij voor het eerst een beetje kunnen uitleggen. Hoe dat dan zat met die vijfti-dimensie. Want dat was een term die ik wel vaker hoorde. En die voor mij in eerste instantie wat abstract was. Maar hoe. Uh, ja, want ik wil dat toch even aanstippen. Om daar een iets positiever beeld over te hebben. Hoe, hoe, hoe gaan we die transformatie maken? Is dat inderdaad ook met het omarmen van het trauma? Of hoe. Ja, ja zeker. Ik denk dat trauma daar essentieel in is. Traumaheling dan. Hè? En, ja. Kijk, als je. Uh, die laatste 2000 jaar. is astrologisch gezien. Was het, het vissertijdperk. En het tijdperk, dat wordt ook gekenmerkt door angst, door macht, door controlemechanismen, door hiërarchieën, door instituten, door God buiten jezelf en zo verder. En heel grappig, want dat bestuur dat ik ook graag, eh, als je dat teruglegt op bijvoorbeeld eh, de hindoeïstische yugas, mm -hmm. een, 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 systeem van, een tijdsysteem van 26.000 jaar, een cosme, wat een, in de westerse wetenschap een kosmisch jaar heet, 25.900 jaar als ik me niet vergis, eh, dat in, in zo'n kosmisch jaar... Er zijn er allerlei perioden. Het zijn de periode van hoog bewustzijn, periode van laag bewustzijn. En de Yogas noemen, noemen de laatste 2000 jaar Kali. Het duistere tijdperk. Ah. Van macht en angst en controle en ja, 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 instituten ja, ja, ja. en god buiten jezelf en zo verder. Um, als je kijkt naar de kabbalisten, en dan heb je hebt natuurlijk daar allerlei uh, donkere soorten van, maar ook vooral de, de, de lichte kabbalen, ja. um, die, die, die zeggen ook, nou, we komen uit een heel duister tijdperk van Nemen en we gaan nu naar een licht tijdperk van geven. Want dat is bij al die tradities, de volgende stap. Um, de Maya's zeiden, ja, de, 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 je hebt de aarde die draait, en die as die draait, die gaat zo. Hè? Dus die draait ook. Ja. En dat is het, het kosmisch jaar, dat is 26.000 jaar ongeveer, ja. iets minder. En de Maya's zeiden, als die aarde ver van het hart van de Melkweg afstaat, dan kom je in die hele duistere periode, Kali, vissen, noem het maar wat, en draait die as terug naar het hart van de Melkweg, de kosmische zon, of de, de galactische zon, dan um, uh, ga je in een hoger bewustzijn. En het mooie is dat we dus net uit die meest duistere periode gekomen zijn. Dat Kali, he, die Romeinse tijd, Kali, het vissen tijdperk, het, het tijdperk van nemen, um, dat is eigenlijk in 2000 tussen 1900 en 2012 afgelopen. Ja. En dat betekent dat we nu in een nieuw tijdperk komen. Even Schudden. Aquarius. Ja. Eh, Dwapara in de, de Kali naar Dwapara. Het tijdperk van Geven zeggen de, de kabbalisten. Nou, ik, de, die kunt, er zijn iets van 500 verschillende tradities die dit verhaal vertellen op hun eigen manier. Ja, en dat is een heel ander bewustzijn. Het gaat niet meer om macht en controle en God buiten jezelf. Het gaat om spirit in jezelf. Het gaat om je hart. Het gaat ja. om compassie en wijsheid. En het leuke is dat we de komende 13.000 jaar dus... Hè, want het is 26.000 jaar omlaag. Hoppatee, nou daar hebben we de bodem nu van gehad. Dat ja. hebben we gezien. Allemaal achter ons. En nu gaan we weer omhoog. Alleen... Weet nog niet iedereen dit. Nee. En dat maakt het een beetje lastig. Je hebt zeg maar die universele beweging. Ik laat hem dat zo zien. Zo, zzz, die gaat zo. En door dat kali zijn we nu weer in Dwapara. In, ja. in, in, in Aquarius. We gaan weer omhoog. Een soort achje maak je hè? Ja, nee, een rondje. Ja, ja. dus, dus als je dan zeg maar hier bent aan de onderkant. Er zijn de mensen die hier wel bij varen. Romeinse, dat Romeinse Rijk, ja, die Romeinse ja. kracht. Die denken ja, maar ik, wij willen door ja, met waar ja, wij ja, bezig zijn. Ja. Dus terwijl de, universe, de universele beweging omhoog gaat. Trekt, trekken bepaalde krachten die beweging van traumatisering en controle door. Oh, die nee. willen dat vissentijdperk eigenlijk zo lang mogelijk uitrekken. En dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet nee. als mens bedenken dat je een universele stroom uh, wel even tegen kunt gaan. Dus dit is een tijdelijk verhaal. Uh, dat, hele, dat hele Romeinse Rijk dat staat op het punt van omvallen. En uiteindelijk, voorlopig 13.000 jaar. En dan gaan eindelijk... we 13.000 we 13 jaar licht. weer de top in. Kijk, maar die trauma, ja. die houdt ons in vis. Ja. En daarom vertel ik dit helemaal. Want als je uh, al die angst en die oude pijn en het oude trauma houdt je in die overlevingsstand. Dus je bent en makkelijker te controleren, maar je komt ook niet bij je hart. Nee. De verbinding met je ziel is heel moeilijk te maken. Uh, je, je zit met allerlei dagelijkse problematieken. Van, van, van persoonlijkheidsafwijkingen, eh, zeg alleria, ik even ja, ja. met uh, aanhalingstekens. Tot angsten, tot zorgen, beperkende uh, overtuigingen. Ik ben niet goed genoeg, ik kan het niet, het lukt me niet. Sabotagemechanismen, uh, niet authentieke stukken in jezelf. Ja, ga dan maar eens jezelf ja. openen en vanuit liefde, compassie en wijsheid leven. Vergeet het maar. Dus ja. dat traumahele is nu zo En dat is ook een universele beweging. Ik ja. heb het niet bedacht. Hè? Nee. Het komt gewoon door ons heen. Maar dat is, dat is van nu. Op dit moment. Ja, Essentieel. Ja, ja, ja. Ja, voor Wat onze essentie En ook, en daar komt het in de volgende aflevering wel terug, ook voor eh, de kinderen die je maakt. Want eh, ja. het, 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 uh, onze trauma's komen ook van, van ja, uit onze voorouders, of misschien zelfs uh, daarvoor. Nee, je zegt wel iets heel moois, Schil. Want uiteindelijk hè, als je als je even, even afrondend. Uh, maar als je kijkt naar de intentie waar oervolken mee leven. Mm -hmm. Die leven allemaal, waar je ze op de wereld ook tegenkomt, voor the good of all, dus voor het welzijn van het grote geheel, to support all life, om yeah. alles wat leeft te ondersteunen. Now and for the next seven generations, nu en voor de komende zeven generaties. Moet je eens voorstellen dat we allemaal zouden leven voor het welzijn, ten, ten behoeve van het welzijn van het grote geheel, omdat we beseffen dat we allemaal verbonden zijn, interrelated, dat we allemaal zouden leven om alles wat leeft te ondersteunen, elkaar helpen, um, ook de natuur en moeder aarde. En dat we allemaal voor de komende zeven generaties. En voor nu. Ja, ja, ja. En voor de dus niet alleen maar voor mij en nee. mijn kinderen. En misschien nee, nog mijn kleinkinderen. Gewoon. gewoon voor, dan generaties. ga je toch met een hele andere ja, in, wauw, intensiteit. Dat geeft wel goede spirit. Uh, ja, uh, er is nog één onderwerp. Uh, waarvan je eerder zei dat ik wilde het erover wil hebben. denk ik in deze aflevering. Dat heeft te maken met immuniteit. Hersenen. Zoiets zei je erover. Ja, het, het, het zenuwstelsel. Zenuw, uh, ja. Want als je kijkt naar zeg maar de impacten. Je zenuwstelsel. Dus je hersenen. Um, en dan je ruggenmerg, dat is je centraal zenuwstelsel. Ja. En daar vindt eigenlijk alle coördinatie plaats van het menselijk lichaam: fysiek, emotioneel, van het menselijk zijn: fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel. Um, daar heb je de uitlopers naar je perifeer, Je perifere zenuwstelsel, je uitlopers. En dat heeft allerlei functies. En um, uh, daardoor kun je leven. en kun je in dit, Ik zie dit lichaam altijd als, als een soort ruimtepak. Een soort ja. astronautenpak. Het is een geniaal of een coördinatiesysteem... om dat lichaam te kunnen doen functioneren. Maar ook gedachten, die hersenen. Emoties. Um, persoon, je persoonlijkheidsstructuur. De, je derde oog, je hartchakra. Überhaupt je chakra systeem, Je endocrine systeem. Je verbinding met spirit. Uh, alles is zeg maar, in dat in dat stuk van ja, de mens de, de, ja. Ja, wordt dat gecoördineerd. Ja. En wat je ziet bij uh, traumatisering is dat we letterlijk in het brein, en ik, ik vind het fantastisch hoeveel neurologisch onderzoek er naar is um, en hoeveel we weten vanuit de neurowetenschap: um, is dat um, iemand die getraumatiseerd is, die, die, dat zenuwstelsel gaat anders werken, het gaat anders functioneren. Uh, iemand die, die bijvoorbeeld we hebben al in, in aflevering 1 gezet: je hebt impact trauma. Ja. Yeah. iets wat gebeurt en zich vastzet in je systeem. en daardoor uh, tot bepaalde gevolgen leidt. En je hebt procestrauma. En zeker bij proces zie je dus dat, dat, dat de hele werking van de hersenen. en het zenuwstelsel toch gaat veranderen. Je ziet bijvoorbeeld. Logisch ook hè, want het is heel logisch. Ja, ja. ja het is heel logisch. Maar je ziet bijvoorbeeld dat in, de, in, de, in, de, in, het, in je zoogdierbrein, in je limbisch systeem zeg maar. daar zit uh, een, uh, een orgaantje, de amygdala. En de amygdala die is gekoppeld aan de hippocampus. En de amygdala is eigenlijk de, ja, die beheert je emoties. Dus er komt informatie binnen via je zintuig, je ogen. Je hoort, je ziet of je, je voelt iets. Er komt informatie binnen. Dat, komt, dat gaat via een distributiecentrum. Dat heet de talemus. Gaat het zo hop, naar de amygdala. Ja. En de amygdala die toetst bij de hippocampus. De hippocampus is, heeft, ja, wordt geassocieerd met uh, geheugen. Dus kijken, ah, hebben we dit eerder meegemaakt? En wat was onze reactie daar toen op? En als de hippocampus zegt, oh, pas op, dit hebben we eerder meegemaakt. Maar toen deed het pijn dan gaat die amygdala gaat, uh, een negatieve emotie produceren. Dat ja. kan zijn, je komt iemand tegen... die lijkt op iemand die jou in het verleden iets aangedaan heeft... en je voelt een nagevoel van... gewoon ja. oh, niet te dichtbij in de buurt komen. En het kan ook zijn dat je uh, iemand je misbruikt hebt... en je komt iemand tegen dat je helemaal bevriest... of weg wil rennen of boos wordt op ja. diegene. Het kan zijn dat je partner iets zegt in een bepaalde situatie... wat iets triggert, wat je moeder vroeger tegen je zei... of je vader tegen je zei, of bij je gebeurd is... en in die situatie, boem, zegt hij... Ik zal niet zeggen geproduceerd, maar zegt die amygdala zet als het ware boosheid aan. Ja, ja, ja. Maar als het heel ver gaat, dan komt die amygdala in een soort uh, uh, amygdala aanval, noemen we dat wel. Dus dan gaat die amygdala, die, die dichter bij het zenuwstelsel, bij het lichaam zit, dan uh, de prefrontale cortex. Dus het denkendeel van het brein, ja. het redenerend, het, het, redeneren, het logisch deel van het brein. Um, dan gaat die amygdala, die, die zegt, ho, ho, hier is zoveel gevaar, we hebben geen tijd meer om na te denken, ik neem het over. Stel je voor dat er nu een, 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 een helikopter op ons af zou vliegen, ja. zeg maar, omdat nee, we in hoog zitten. En wij zien hem aankomen en denken, ja. oh fuck, dan hebben we geen tijd om, om nog na te, te denken te, denken. te nee, overleggen. Jo, Giel, ja. helikopter, zullen we doen? Zullen we ja. die trap nemen nee, of die nee, afvliegen? Gewoon. Nee, dan ren je. En dat ja. is die amygdala, die, die schakelt dit uit. Maar als, je dus dat, als dat stelselmatig is, dat betekent dat je op een gegeven moment um, alles vanuit die overleving gaat doen. Ja. Dus alles op basis van onderbuikgevoel, van gevoel, nou is er niks mis met onderbuikgevoel. Maar wel als dat uh, vanuit. De leidende. Precies. Ja. En vanuit trauma. En, ja, precies, en... dat het negatief Dus ja. dan ga je negatief naar dingen kijken. Je gaat steeds negatiever denken. Je gaat het verleden steeds. Die hippocampus doet het lekker mee. Je gaat het verleden steeds negatiever zien. Je bent in een continu staat van overleven. Dus dat, 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 dat stressniveau gaat lekker omhoog. Hè. Er komt steeds meer cortisol vanuit je bijnierschors. hier schors. En um, dat wordt door die hippocampus op een gegeven moment niet meer geprocessed. Die snapt het allemaal niet meer. Je ademhaling gaat omhoog. Je, je, je spierspanning. Je krijgt schouderproblematiek aan een Problematiek, je hart gaat te snel kloppen, of juist weer te langzaam, of hey, hartkloppingen, je krijgt hartproblemen. Um, je spijsvertering in overlevingsslaag gaat het uit. Dus ja. je krijgt maagklachten, darmklachten. Ja. Je immuunstelsel, wat in een in, in, in overlevingsstelsel, in een overlevingssituatie niet nodig is, nee. als je helikopter eraan komt, hebben, hebben we dat niet Precies, nodig. Die dus gaat daar, uit. Gaat, dus. daar gaat geen aan. gaat, uit. Daar gaat uh, geen gaat energie. energie naartoe. Ja, ja, ja. Dus in een, in een stelselmatige ja. Uh, overlevingssituatie, ja dan je doet je immuunstelsel het niet meer zo goed. Nee. Um, je bent alleen maar nu, want het gevaar is nu. Dus verleden en toekomst, zei ik al, hè, dat kun je niet meer overzien. Dus het, het, het heeft zo'n impact op, op hoe je dan bent. Ja. En dat hoeft niet de hele tijd te zijn. Dat kan in, in bepaalde momenten zijn. Ik weet van heel veel mensen die gewoon goed functioneren. Die hebben een baan of die hebben een bedrijf. Die hebben of, of geen uh, baan of bedrijf, maar die hebben gewoon een goed leven... En zo nu en dan starten ze gewoon helemaal in totale paniek... of woede aanvallen ja. of totale lamlendigheid. Omdat ze gewoon te depressie... in die overlevingsmodus... Overlevingsmodus, uh, ja, ja. Ja, ja. En Je hebt dus wel een manier gevonden om te dealen met ja, het dagelijks knap, leven. Maar en knap en eigenlijk... mooi, maar het is... Nee, en daar, en daar, wil je, daar willen we uh, even dus even los van... dat we makkelijker te controleren zijn door een Romeins systeem in ja. die situatie. Even los van dat we onze eigen assentie tegenhouden... om vanuit het hartsbewustzijn die aquarius te gaan leven... Um, Um, is het ook gewoon de kwaliteit van je leven... Ja. wordt zo enorm beïnvloed door hoeveel trauma je hebt... en hoe je daarmee omgaat. Ja. Ja, dat dat traumaheling, ik denk dat is, iedereen zou dat gewoon moeten doen. Ja. Het zou in, de, in het onderwijs opgenomen moeten worden. Alle kinderen gewoon standaard vanaf een bepaalde leeftijd. Ik zeg twaalf, maar het mag ook eens later. Um, uh, in, in, ja. uh, we hebben thuis altijd een grapje dat... Um, onze kinderen. Want kinderen opvoeden zonder trauma, dat kan gewoon. Nee. niet. Ik heb het geprobeerd hoor. Maar we hebben thuis dat een grapje. Als we dan weer iets fout hebben gedaan. Meestal ik en mijn vrouw, die is daar veel slimmer in. Ik. En uh, uh, moeders begrijpen kinderen veel beter dan vaders. En als ik dan, laten we dan bij mezelf houden. Als ik dan weer een fout heb gemaakt. En uh, een van mijn kinderen weer iets traumatisch heb aangedaan. En uh, gewoon door iets doms ja. of iets, niet, iets te vergeten of iets te zeggen wat niet helemaal klopt of iets. Weet ik veel hoe dat gaat. Dan zeggen we altijd oké. Okay. Stoppen we weer een tientje in de psychologenpot. En <laughs> dan kunnen we weer verder. En als ze 18 zijn. dan, dan keren we dat bedrag uit. En dan betaalt je. Wij, wij betalen niet je eerste rijbewijs. Maar wij betalen wel je eerste therapie-sessie. Oh, oh, therapiever... echt goed. Ja, ja maar dat is, dat is iets. Nou ja, ik ben blij dat je het inderdaad zo uh, wijze bespreekt. En ik, ik mag bijna hopen dat, dat uh, luisteraars en kijkers hier. daar wel wat meer open voor staan. Er is natuurlijk een tijd lang een taboe geweest. om überhaupt met jezelf aan de slag te gaan. En daarom vind ik het heel fijn dat we deze Trauma Talk hebben. Omdat je, uh, nou ja. Het is helemaal niet erg, is sterker nog wij als mensen gaan over verbindingen en kunnen elkaar helpen. Ja. En het mooie is: en dat heb ik maar ook pas later gerealiseerd en gevoeld: dat je uiteindelijk zelf dus wel heel veel kan doen. Dus ik verwijs Precies. tot besluit dan toch even ook naar jouw nou ja, online transformatiecoachopleiding. Ja. Een, een grote, mooie, intense cursus met uh, nou ja, veel materiaal. En waar we het vorige keer iets uitgebreider over hadden, bepaalde methodes. Nou, daar zullen we in aflevering 4 nog op terugkomen. Uh, daar is, dat vond ik een fijne instap. Een module, de eerste module die met name over jezelf gaat. Uh, nou ja, dat is een investering 299 euro. Maar dan. Ja dat, ja, dat de dat, hele basis. Precies. En, ja. en holistisch manifesteren, je energiesysteem kennen en gebruiken. En dan ja, sowieso ja. hoe wij als mensen eigenlijk in elkaar zitten. Uh, maar nu speciaal voor Trauma Talk. En ik vind het heel mooi, want dat, dat gaat echt over het zelfhelende gedeelte. Uh, ja, wat ja. dus ook kan. Ja. En natuurlijk heb je daar hulp bij nodig. Nou ja, dat geef jij dan middels uh, ja, vier talks over, ja. Uh, over trauma. Ja. Ja, weet je, mijn missie is om uh, zoveel mogelijk mensen te helpen om trauma op te lossen. Niet alleen voor zichzelf en hun levenskwaliteit, maar ook maatschappelijk en ook voor de wereld. Uh, uh, Want ik denk dat je uh, je voorstellen dat er zometeen geen getraumatiseerde mensen meer rondlopen. Nee, dan zijn we vrij, ja. Utopie weet nee, ik, maar okay. die kant kunnen we op. Ja. En daarom denk ik, ja, wat, kunnen, wat kan ik dan bieden? En ik dacht, nou, als ik nou een aantal uh, uh, trauma's, en ik, ik claim niet dat je in één keer een trauma kunt oplossen. Hè. Het is ook, ik heb vier opnames die je alle vier meerdere keren doet. En dan nog, hè, de, de trauma verwerking is een proces van jaren met heel ja. veel verschillende ja, interventies. Je, je, en ja. ja, ik wil dat toch duidelijk ja, zeggen nee, dat we nee, niet. Mooi je werken nee, van ja, we maar één sessie, één online op nou, uh, oef, ik ben overal vanaf. Nee, nee, het is geen uh, quick fix. Nee. Het zijn echt processen. Maar elk be beetje, elk laagje wat je daaraan werkt, lost op en maakt het lichter voor jezelf. En, en maakt je trilling dus hoger en, en zo verder. Dus um, uh, vandaar dat we uh, met transformatieprotocol, ik zal in aflevering 4 daar, vertellen hoe ja. dat werkt. Want ik ben daar ontzettend, dat is een van de beste methoden die ik heb ontdekt van alle methoden die ik heb uh, onderzocht. Ja, ik denk, ik ga gewoon eentje maken op innerlijk kind. Eentje op vader, moeder. Eentje op karma. En nog eentje als uh, uh, verrassing. Ja. Gewoon trauma's die, waar mensen zich aan kunnen, uh, in, kunnen herkennen. Dingen ja. die iedereen maar heeft. Wel, ja, en die je niet alleen op één kind... Je, je hebt de opname, dus die kun je op alles wat je tegenkomt in jezelf. Je kunt ja. wel duizend keer luisteren ja. en zeggen... Nou, nu doe ik dit stuk. Ja, en bij ja, jou ja, dat ja, stuk ja. met je ouders. Ja. Kun je dus heel prima met dat ja. protocol een paar keer doen. En dan kom je weer een ander stuk tegen van... Toen je oma op je derde iets zei tegen je, waardoor je. weet ik veel, hè? Noem nee, nee, dat. ik snap het wel. Uh, um, ja. En zo, nou ja. dat, hebben, dat hebben we ontwikkeld. Ik denk dat dat is dat, dat schaam. Is en dan kun ja. je ook, want we kunnen erover praten. Is natuurlijk heel belangrijk dat we dit uitdragen. Mm -hmm. Maar het mooiste is natuurlijk als mensen ook daadwerkelijk wat doen kunnen doen en bereid. voelen. Ja. Ja. Dat is uh, de module die uh, speciaal voor luisteraars en kijkers van Trauma Talk nu. Ja. Uh, voor 50 euro wordt aangeboden. Uh, nou ja, en het belang daarvan, uh, de gevolgen hebben we nu uit en daarna besproken. Dus. Uh, nou ja, investeer die tijd en energie in jezelf, zou ik zeggen. Link, ook ja. trouwens van de wat grotere transformatiecoachopleiding. Als je daar gelijk nu door geraakt bent en denkt, oké, okay, ik wil hier dieper in. Check dat ook. Ja. Um, ja, Wil je nog iets zeggen over de gevolgen? Of gaan wij naar uh, de volgende aflevering? We gaan naar de volgende aflevering. Ja, precies. Treft, waarbij ja. we het uitgebreid gaan hebben over, nou ja, eigenlijk ook uh, de, de traumas van de voorouders. En misschien nog wel verder. Nou wordt het pas echt interessant. Ja? ja. Oké. Okay. Ik vond het nu al interessant, dankjewel Robert. Uh, dit was Trauma Talk, tot de volgende.